Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Weinig bewolking boven Nederland, maar de wolken die er zijn kunnen wel wat lichte sneeuw brengen, met name in Limburg en op de Waddeneilanden. Maar verder is het op veel plaatsen in ons land droog met de meeste zon in het midden en zuidwesten van het land. Vanochtend temperaturen dik onder het vriespunt min 2 tot min 4. En ook vanmiddag komt het kwik maar amper boven nul. Het kan dus zo zijn dat we op sommige plaatsen een ijsdag gaan krijgen en met een stevige wind uit het noordoosten voelt het ook nog eens frisser aan. Er komen wat meer wolkenvelden, maar in de avond lossen die dan weer deels op. Op de Wadden blijft een enkele sneeuwbui mogelijk. In de rest van het land is het vanavond zo goed als droog en de temperatuur gaat vlot omlaag. In de nacht vriest het op de meeste plaatsen matig. Ook morgen beleven we een ijsdag met temperaturen tussen 0 en min 2. In het noorden nog steeds kans op wat sneeuwbuien, in de rest van het land is het droog. en De meeste sneeuwbuien beperken zich tot de waddeneilanden eilanden en het noorden van Groningen, Friesland en de kop van Noord-Holland. Woensdag is het weer droog. Ook donderdag staat meer wind. Het is echt koud, vooral woensdag met lage gevoelstemperaturen. En vrijdag neemt de kans op sneeuw toe. Dat is een dooi aanval, en die zou best eens kunnen slagen. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.